Nelly Koman was een van de weinige uitgenodigde sportmensen op de door het ministerie van WVC georganiseerde bootparty. Volgens WVC hebben industriëlen en overige kak kennelijk meer met de Olympische Spelen te maken dan atleten. Ook Harry was de toegang geweigerd, zodat hij zich maar bezig hield met het ontvangen van de gasten. Hier controleert hij de papieren van de Nederlandse consul in Tarragona. Oh, yes. U bent hier namens Shell. En welke functie heeft u bij Shell? Ik ben algemeen directeur van Shell Spanje. Zo. Moret en Limperg. Ben je een directeur daar van die zaak? Zoiets, ja. Ja? Ja. Oké, nou dan mag je naar binnen, want er worden alleen maar directeuren. Ja, er komen alleen maar directeuren hier. Ah, dus jij blijft hier staan? Oké, ja, ik ben geen directeur. Huub van Dijk BV, Almere. Huub van Dijk BV Almere. Juist. En wat is dat dan? Aardewerk. Aardewerk? Ja. En welke functie heeft u daar? Ik ben de directeur van de afdeling Amsterdam. Dan is het goed, dan mag u naar binnen. Goedenavond, ja, wel even het jasje aan graag. Keurig het jasje aan. Even het jasje aan, anders kan het niet. Anders juist. Kom ik er niet door. Even kijken, goed. Ja. Prachtig. Namens welk bedrijf bent u hier? DSM. DSM, en wat bent u daar? Daar ben ik verantwoordelijk voor. Bent u de directeur van DSM? Hier in Spanje, ja. Hier in Spanje? Ja. Dan is het oké. Prachtig. Alleen directie graag. Ja. U wilt eventjes de kaartjes zien? Ja. Nou, ik wil even weten namens welk bedrijf u komt. Ik kom namens Syntex Latinos, een Amerikaans bedrijf. Ja. Ik ben Hollander, ik ken Jan Heuvel goed. Ja. En, is de consul, hier, ja. De consul, en we komen hier even gezellig aan boord. Ja. Bent u directeur? Ik ben al general manager. Ah, er is niks aan de hand, dan mag u doorlopen. Oh. En welke functie heeft u bij de KLM? Ik ben hier district manager voor KLM Catalonia. Ja, eens even kijken, is dat hoog genoeg om hier naar binnen te mogen? Denk het wel. U dacht het wel? Nou, goed, ga maar binnen even vragen, ja? Ja, bent u namens Philips? Ja. Vanuit Nederland of vanuit Barcelona? Nee, vanuit Nederland. Vanuit Nederland. Ja. U bent een beetje verbrand, zie je? Ja, we zijn lekker bij de... We hebben zwemmen gezeten vanmiddag. Is het niet zo dat u een jasje aan moet als u hier naar binnen gaat? Dat kunnen we niet. Daar hebben we niet op gerekend. Het lijkt mij dat u er niet op gekleed bent, hoor, hier binnen. Ja, best, hè? Oh, dat is gezellig. Ja, best, hè. Even een klein vraagje. Zijn we er wel op gekleed? Nog niet helemaal. We gaan nu even heel snel, dus we moeten niet te lang praten. Dat kan toch zo niet? Dat kan toch zo niet? Nou, we hebben nog 5 minuten. Hè? We hebben nog 5 minuten om het te verbeteren. Gaat u zich omkleden? Ja, heel snel. Wel doen? Ja. Want anders krijgen we daar last daar binnen. Hè? Met wie heb ik het genoegen? Met het bedrijfsleven. Met het bedrijfsleven? Ja. Maar met welk bedrijfsleven? AXO. Met AXO? Ja. Nou, dat is inderdaad hoog bedrijfsleven volgens mij. En u bent? Nou, dan. En welke functie heeft u? U lijkt mij niet de portier. Ik ben, nee, niet helemaal. De voorzitter van de Raad van Bestuur. Wat ongelooflijk hoog zeg. Ja, dankjewel. Dankjewel. Tjonge jongen, zo hoog spreken ze nooit. Nee. Oh, de Raad van Bestuur. Terwijl de genodigden zich de door gastvrouw Hedy Dancona bestelde hapjes en snapjes goed lieten smaken, bleef Harry eenzaam achter op de kade. Geen vriendjes bij WVC. Ongeschikt voor handjeklap. Europese kampioenschappen voetbal opeens. Ronald Koeman mocht van Rinus Michels niet terug naar Barcelona om het kampioenschap van Spanje te gaan vieren. Harry vond het nodig nog even in dit beerputje te roeren. Je had het hard moeten spelen gewoon. Wie weet, misschien zeggen, wel. Hey, generaal, zoek het lekker uit met je gelul. Ik ga lekker bij Barcelona kampioen worden en kan jij de kleren maar. Misschien was dat het beste geweest. Ja, natuurlijk. Ja. Wie wordt er nou kampioen, hij of jij? Ja, dat is zo. Hey? Maar dat zeg je niet. Dat zeg jij ook niet tegen Michels. Ja, natuurlijk wel. Ja, natuurlijk wel. Oh nee? Wat heb je nou? Wat heb je nou? Heb je en geen kampioenschap meegemaakt? Half finale, Zweden. En geen Europees kampioen? Heb je van allebei niks? Half finale, Zweden. En heeft die bolle generaal zin gehad? Ben je nou allemaal personenmythes?